Goedemiddag vanuit, vanuit Dushi Karsau. We zijn er weer. We gaan het een beetje hebben over gisteren, wat we gisteren hebben gedaan. Pascal, wat hebben we onder andere gisteren gedaan? Nou, gisteren heb je natuurlijk al gezien, maar je moet Sylvie nog niet kwalijk nemen. Een beetje jetlag heeft u nog een beetje last van. Het gaat natuurlijk over wat we vandaag hebben meegemaakt. Wat we vandaag hebben meegemaakt is eigenlijk één afspraak maar. Ja, het was toch zondag, dus je doet het een beetje rustig aan. Maar wel een hele bijzondere afspraak. We hebben namelijk kennis gemaakt met... Angela Roe. Roe. Is een connectie van Roesenie Wekker, ook een van de schrijvers van Internationaal Ambitieus. En ja, Angela is eigenlijk antropologe, maar staat voor nog zoveel meer. Angela is ook nu de ondernemende weg opgegaan. Dus daar hebben we over gesproken. We hebben gesproken over haar derde emigratie naar Curaçao. Dus ze heeft al twee voorgaande keren meegemaakt hoe het is om op dit eiland te leven. Daar zal ze ook over vertellen, maar ook over haar film. Haar film Sombro di Colo, die ken je waarschijnlijk wel, want ze was daar enige tijd geleden in Nederland voor. Mocht je het niet hebben gezien, vrees niet, het komt goed. Want er zijn plannen dat ze dat nog een keer naar Nederland zal gaan brengen. Ze is namelijk bezig met een product waarvan ik nog niet heel veel mag zeggen. Maar het komt erop neer dat jij die film ook kan zien. En dit was dag? Dit was alweer dag 5. Yes. Morgen staat er weer een mooi programma. Voor ons voor de deur, dan gaan we kennis maken met Savita, achternaam. Laten we zeggen van Caribbean Filmcom. Dia. Vervolgens gaan we weer werken aan een platform, artikelen plaatsen natuurlijk. En daarna gaan we naar een leuke netwerkborrel, want het is Global Entrepreneur Week in 160 landen, dus ook op Curaçao. En we gaan Curaçaose young professionals, start-ups, maar ook gevestigde ondernemers leren kennen. Dus dat wordt geweldig. Ja. Tot morgen.